schrijvers aan het einde van de 19e eeuw wilden breken met de burgerlijke traditie en een nieuwe werkelijkheid ontdekken. Deze ontdekkingstocht resulteerde onder invloed van het naturalisme in veel romans waarin het fatalisme de personages tot een noodlottig einde bracht. En daarbij speelden ook factoren een rol als omgeving en erfelijkheid. De hoofdpersonages waren nerveuze types die de Nederlandse lezers al waren tegengekomen in een buitenlandse bestseller als Madame Bovary van Gustave Flaubert. In het handboek van Kern vind je enkele Nederlandse voorbeelden van het naturalisme uit die tijd. Aanvullend kan ik daar nog een nagelaten bekentenis van Marcellus Eemans aan toevoegen over een man die de moord op zijn vrouw bekent. En van Oude Mensen de dingen die voorbij gaan van Louis Couperus over een familie met een groot geheim, een moord, waarvan de invloed vele generaties doorwerkt. In 1904 verscheen van onderwijzer en journalist Jacob Israël de Haan het boek Pijpenlijntjes over een relatie tussen twee mannen. Een verhaal duidelijk beïnvloed door het naturalisme. In een periode waarin homoseksualiteit nog verboden was, kreeg De Haan een stortvloed aan kritiek over zich heen en hij verloor zijn baan op de school en bij het dagblad waar hij werkte. Die ontdekkingstocht had dus grenzen. De invloed van het naturalisme, waarbij factoren als erfelijkheid, opvoeding en omgeving een belangrijke rol spelen bij de personages, zie je ook nog steeds terugkomen in moderne romans. Mensen blijven een speelbal van de natuur. Denk aan De Metsiers van Hugo Claus, Hokwer das Kind van Oek de Jong, Onheilig van Roos van Rijswijk of Toen kwam moeder met een mes van Nicolie Mitsé. Met het naturalisme krijgt ook de wetenschap een plek in de literatuur. Via romans worden als het ware ziektebeelden ontdekt en onderzocht. In het handboek van Kern komt bijvoorbeeld Van de koele meren des doods van Frederik van Ede ter sprake. De roman als plek om de omstandigheden van afwijkende personages te onderzoeken zie je ook in moderne romans als Hersenschimmen van Bernlef over de dementerende Maarten. In Muithond van Inge Schilpoort over Jonathan, een vrijgesproken TBS'er met pedofiele gevoelens. Of Jij bent van mij van Peter Middendorp over een boer Tille die leeft met het geheim dat hij een meisje heeft verkracht en vermoord. Maar niet elke schrijver uit deze periode laat zich vastzetten door die wetenschappelijke insteek. In De Kleine Johannes neemt Frederik van Ede juist afstand van de wetenschap en heeft daarin ook aandacht voor nieuwe levensbeschouwingen. Bij dit boek is de vorm opmerkelijk, want De Kleine Johannes is een soort sprookje voor volwassenen. De kern van dit soort sprookjes is dat de menselijkheid centraal staat, met vragen als wat maakt een mens en wat is een mens eigenlijk voor wezen. Een sprookje leent zich daarnaast uitermate goed voor symboliek, waarbij de personages voor gevoelens staan of voor perioden uit een mensenleven. Denk aan internationale klassiekers als Alice's Adventures in Wonderland van Lewis Carroll of The Jungle Book van Rudyard Kipling. Louis Couperus schreef in ongeveer dezelfde periode het sprookje Psyche, gebaseerd op een antieke liefdesmythe, symbool voor het streven van de menselijke ziel naar iets hogers. Ook in de 20e eeuw zijn er sprookjes in de literatuur te vinden, zoals Erik of het Klein Insectenboek van Godfried Bomans of In Nederland van Cees Notenboom, een complexe roman over een denkbeeldig Nederland met twee illusionisten van wie eentje wordt ontvoerd door de sneeuwkoningin. Tot slot wil ik me nog richten op het engagement, op boeken die net als in het theaterstuk Op hoop van zegen de sociale ongelijkheid tussen personages centraal zet. De moderne Amerikaanse literatuur zit daar overigens vol mee. If Beale Street Could Talk van James Baldwin gaat over racisme en de dramatische behandeling van een onschuldige zwarte man. In Club Mars van Rachel Kushner gaat het ook over onrecht en de waanzin van het Amerikaanse rechtssysteem met personages in een keiharde vrouwengevangenis. In Nederlandse romans is die sociale ongelijkheid te vinden in De Helaasheid der Dingen van Dimitri Verhulst, waarin op komische wijze de armoedige Vlaamse familie van een jonge jongen wordt geportretteerd met een alcoholistische vader en diens broers. In 30 dagen van Annelies Verbeke volg je een Senegalese immigrant die in Vlaanderen als huisschilder de gemeenschap beschouwt en probeert te helpen. Of Tikop van Adriaan van Dis, dat zich afspeelt in Zuid-Afrika, bij Kaapstad. Met een bevolking getekend door racisme en de apartheidspolitiek, waarbij twee oude vrijheidsstrijders een jonge verslaafde proberen te helpen. Van Nederlandstalige auteurs wordt wel eens gezegd dat ze het engagement de maatschappelijke discussies mijden, zeker in vergelijking tot jeugdliteratuur of tot Amerikaanse auteurs. En in de Nederlandse literaire kritiek, in recensies, is er regelmatig een afkeuring te vinden van boeken die zich nadrukkelijk mengen in actuele problematiek. Maar wat vind jij? In hoeverre lijkt het je fijn om boeken te lezen die problemen uit de maatschappij ter discussie stellen of juist inzicht geven bij ingewikkelde sociale vraagstukken? En kan literatuur dan daadwerkelijk iets betekenen bij ons streven naar een betere wereld?
Voor een beter beeld van deze periode kun je natuurlijk ook historische romans lezen, zoals De Klopgeest van Gerrit Komrij over spirituele seances bij de bovenklasse. Of Roundheen Tuinscène van Marente de Moor, waarin het eerste filmfragment ooit centraal staat. Of publieke werken van Thomas Rozenboom, een spectaculaire roman, waardoor je het Victoria Hotel in Amsterdam met heel andere ogen zult gaan zien.